Lieve mensen, even een berichtje van mij uit. Voor mezelf een niet zo leuk berichtje, want ik vind het ook echt niet leuk. Maar ik heb het er net even overlegd met meerdere mensen. En het is voor mij niet verstandig om het stuk in de volle hitte van Schagen naar Herugewaard te gaan lopen. Dat is niet bebouwd gebied, dus ik heb er ook geen backup als er iets fout gaat. Ik vind het echt niet leuk. Maar ik ga zo van Schagen naar Herugewaard ga ik de trein pakken. Betekent niet dat ik hem niet ga doen. Ik ga later het stuk gewoon een keer inhalen. Wanneer de temperatuur wat beter is. Helaas, zoals ik vanmorgen al zei. Kunnen we een hele hoop invloed uitoefenen. Maar op het weer helaas niet. Ik ben dit al 3 maanden aan het plannen. En het is wat het is. Vanaf Herugewaard zal ik door gaan lopen richting Alkmaar Noord en Alkmaar. Daar loop ik wat meer in bebouwd gebied. Als er dan wat is, dan heb ik een backup of dan heb ik eventueel hulp. En op zich heb ik in mijn routes heb ik wat meer ruimte ingebouwd. Zodat ik eventueel op een later moment, op een andere dag, daarin wat mogelijkheden heb om terug te reizen en alsnog het stuk te gaan lopen. Maar om nu 17 kilometer door landerijen te gaan lopen in de volle zon. Met deze hitte, op het heetst van de dag ook nog, is geen doen. Ik heb op dit moment 30 kilometer gelopen. Daar komen straks de kilometers van Herugewaard tot aan Alkmaar Noord en Alkmaar komen daar nog bij. Dus ik denk dat ik sowieso deze dag eindig met een bijna 50 kilometer. Ik vind het een topprestatie, ongetraind. Maar niet wat ik had gewild. Het is niet. Het is jammer. Zoals jullie merken, ik vind het echt niet leuk. Maar ik moet deze beslissing nemen. Soms moet je gewoon verstandig zijn in plaats van koppig. Dus dat ga ik ook doen. Dus ik zit nu op het perron in Schagen te wachten. Eigenlijk toen ik net de beslissing had genomen, toen was de trein net voor mijn neus weg. Ook dat is het OV. Dus nu weet ik ook een keer hoe dat voelt. Ik ga hier wachten. Dank jullie wel voor het begrip in ieder geval. Of in ieder geval, ik hoop dat jullie daarin het begrip hebben. En hou het nieuws in de gaten. Dat is alles wat ik kan zeggen. Als het goed is, dan ook maar straks mijn vriend me op te wachten. En mijn dochter. Dus ik ga gauw die kant op. Ik zorg dat ik om 4 uur in Alkmaar ben. En het stukje Schagen. Herugewaard. Ga ik inhalen.